elk geval is het zo dat de regering al een hele tijdje in voorbereiding heeft, de tegemoetkoming van dat studiekosten. En daar is eindelijk nu een deel voor gestort, waardoor ook kunnen werken is voorbereid met de NOB samen. We kijken dus naar de VOS-scholen en natuurlijk HBO-instellingen waar openbaar onderwijs ondersteuning aan geeft. En wij proberen dan voorzichtig nu te kijken hoe mensen zich kunnen melden bij de NOB onder duidelijke richtlijnen om in aanmerking te komen voor de een tegemoetkoming inderdaad, om de druk een beetje wat lager te zetten. Tegelijkertijd zie je ook dat al die instellingen vragen naar verhoging van de inschrijvingskosten. Dus het is een niveleren. Ik kan ze niet allemaal afkeuren. We hebben heel streng gekeken naar die bedragen, lichte verhogingen. Je komt er onderuit als je kijkt naar de inflatorenwerking en allerlei kosten van, ook voor studie. We proberen de schade zo minimaal te houden, maar er is een mogelijkheid om een tegemoetkoming dus aan te vragen. Kijk, er is een aanvraagprocedure. Er komt binnenkort heel gauw een persconferentie, wordt nu voorbereid, waar het ministerie samen met de NOB nog een keer heel detailistisch de mogelijkheid geven om jullie vragen te beantwoorden. Ik ga die uit nog heel gauw doorkomen. Maar waar het om gaat, is dat mensen proberen nu, dat je de periode van 1 augustus tot en met eind oktober 31 de mogelijkheid hebt om een aanvraag in te dienen. Dat zal per gezin, per individu heel anders liggen. Want je moet natuurlijk kijken, zijn er meerdere kinderen die mogelijk willen krijgen, een soort korting erbij. We hebben een bepaald bedrag waarmee we kunnen werken, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt, zegt dat. Maar het zou zeggen van, we gaan toch best wel moeten nadenken hoe we het fonds wat meer geld geven. Want de noden zijn groot, hoor ik. Ook met materiaalkosten die je moet aanschaffen. Dus we moeten breder gaan kijken, maar het is alvast een begin. En afhankelijk van het succes of werkelijk gebruik maken van de tegemoetkomingskosten en producten, van, als het ware, dus dat dus beschikbaar worden gesteld door de NOB, zullen we kijken hoe we extra middelen in het fonds stoppen, zodat het een beetje meerdere mensen kan helpen en meerdere niveaus kan ondersteunen. Ik bedoel de resultaten van de. Ja, we hebben dus pas binnen gehad HAVO en VWO. En als een minister zou je nooit tevreden moeten zijn. Ik ben iemand van 80% naar boven. Wat we gezien hebben, VWO zit met herexamen een beetje in de richting van 70%. HAVO daarentegen is wat minder. Herkansingen komen rond de 60%. Dus je kan nooit als minister zeggen dat je tevreden bent, want ik denk voor ons dan moeten we wel een beetje hoger leggen. Voor mij is het 80%, maar het moet realistisch zijn, gelet op alle ontwikkelingen. En de komende dagen krijgen we spannende dagen, want dan krijgen we de uitslagen van natuurlijk de andere onderwijsinstelling, MULO. We krijgen lager onderwijs, het wordt een spannende week in elk geval voor de kinderen. Want er wordt hard gewerkt om de uitslag in orde te maken nog voor 7 augustus. Nou, kijk, het verschil per schooltype, maar je moet je voorstellen, rond 16 tot 18 augustus gaat alles een beetje langzaam down. En dan bedoel ik komkommerweken, mensen moeten nog herkansingen doen. Maar je kunt rustig zeggen, na 20 augustus moet alles nu richting vakantie. Ja, dus in goed overleg met de ouders en de betrokkenen hebben wij een examenwerk extra opgesteld. Dat dacht ik is 22 juli, als ik het uit het hoofd heb afgenomen. En het cijfer gaat bepalend zijn voor de lijsten. En het gaat om 45 leerlingen van HAVO, dat is best wel veel. En we gaan dus nu, als het goed is, wordt het nu gecorrigeerd. En ze moeten nu heel gauw een uitslag krijgen. Dus ik moet even een rapportage krijgen wat er precies gebeurt. Maar naar mijn gevoel gaat het de goede kant op wat dat betreft. Moet dat de oplossing zijn. Bevreden voor alle individuele kinderen. Nou, ik heb gezegd, bij mij is enorm. Is gewoon ontslag op staande voet. Natuurlijk moet je respect hebben voor
de juridische procedure dat de persoon zich mag verweren, maar zo iemand kan ik niet gebruiken in het onderwijssysteem. Hoezeer velen proberen mij te overtuigen dat ik mild moet zijn, maar norm is een norm. Wat daar gebeurd is, is onacceptabel voor de Republiek Suriname, laat me zeggen wel. Natuurlijk is het zo dat natuurkunde leerkrachten schaars zijn. Je put uit een hele smalle vijver. Maar wat hier gebeurt is echt norm vervagen en dat kunnen we niet accepteren. Vervelend voor de persoon in kwestie, vervelend voor het onderwijssysteem. Maar ik moet letten op andere belangen. En wat mij betreft, je bent echt over de scheef gegaan. En de projecten die zijn aangekort voor de vakantie? Nee, we hebben nu de voorbereidingen aan het treffen. Dat wil zeggen, je gaat een aantal leerkrachten heb je nodig. Je hebt de scholen nodig die de rol willen vervullen van een vakantieschool. En we hebben ongeveer 21 rayons. Als je dus kijkt hoe het land verdeeld is. En wat we nu doen is proberen zoveel mogelijk scholen aan te wijzen. Die rol willen vervullen. Twee, een aantal leerkrachten die bereid zijn die te helpen. In die vakantietijd worden daarvoor ook betaald. En de ouders moeten geïnformeerd zijn. De inspectie moet zijn rol spelen. En die discussie is er gaat. Dus men is bezig alles in kaart te brengen. Waar zitten die vakantiescholen? Welke leerkrachten zijn beschikbaar? En dan gaan we dat organiseren. Maar het streven is toch inderdaad later in augustus te beginnen. En in elk geval, ik hoor geen rare dingen. Ik heb gehoord van 6 rayons is mij gerapporteerd dat er wat weerstanden zijn op van schoolleiders. Maar nogmaals, het gaat op vrijwillige basis. Maar tot nu toe is het bemoedigend te horen ook dat de aanmeldingen van leerkrachten. Dus ik heb geen reden om te twijfelen. Het gaat gewoon door. Het gaat een pilot zijn voor Suriname. En als het goed werkt, gaan wij proberen die achterstanden nog een keer op de zaterdag zoveel mogelijk op te pakken. Dit is een eenmalige actie. Want kijk, wat u goed moet begrijpen. Dit jaar is blijven zitten. In elk geval afgeschaft door ons. Dus vrij doorlopen mag niet meer. Wat je dus krijgt, is dat mensen die voor het eerst weer na 2 jaar een rapportcijfer krijgen met duidelijke normen. En dat zullen een paar mensen zullen duidelijk zijn dat ze zwak zijn in een aantal vakken. Dus op al die scholen is er nu wat speurwerk aan de gang waarbij men kijkt hoe men met rekenen, talen en andere vakken heeft gescoord om te kijken waar die achterstanden zijn. Die zullen nu heel goed blijken welke kinderen dus minder komen aan het niveau wat ze horen te hebben. En daar moeten we dus gepaste maatregelen aannemen om ze te helpen. Die COVID-periode en die vrije doorstroom heeft geleid tot een zekere stuur meer van mensen die dus bepaalde vaardigheden onvoldoende beheersen. Zeker bij rekenen en talen en lezen, hoe zien we dat. En dergelijke leerlingen moeten geholpen worden. En we moeten binnen nu en anderhalf jaar zien deze achterstanden niet alleen te detecteren bij welke leerlingen. En ze daar een gepast antwoord te geven om ze te helpen. Ga je dit te lang uitstellen, gaan de kinderen nog later gewoon veel meer schade hebben. En dat is dus de aanpak die we nu hebben. Hoe wordt zorg voor kinderen? Nee, je hebt niet altijd een beeld, dat heb je zo aan het einde van het jaar. Maar we zien toch op basis van voorzichtige getallen dat er toch in de buurt van 5.000-6.000 leerlingen vanaf de COVID-periode tot nu toe een zekere missen in het systeem. Als je gewoon naar de cijfers kijkt. Ja? En er zijn verklaringen voor mensen zijn gaan werken. Mensen zijn naar het buitenland. Maar er zijn voor een klein land als Suriname is 5.000 tot 6.000 bed veel. We kijken veel gerichter naar deze zaken. Omdat je nu die optellingen ziet. We gaan ook een volkstelling census dit jaar krijgen. Dat is ook een manier van corrigeren van gegevens. Maar wat wij zien inderdaad, dat er toch inderdaad, als je kijkt naar de hoeveelheid leerlingen van gewoon lager onderwijs, dat is vaak bijna tegen de 80.000 zo. En als je ziet plotseling wat zich dan inschrijft in het secundair onderwijs, dan zeg je, waar zijn die anderen gebleven? Ja, dus er is een gat tussen
tussen natuurlijk primair onderwijs en secundair. Waar gaan de kinderen? En zulke jonge kinderen kunnen nooit gaan werken, dat lijkt me heel vreemd. Maar er zitten wat gaten die analyses behoeven bij ons. Waar zitten de kinderen? Er is altijd een verhaal voor, maar census kan ons helpen. Maar daarom willen wij naar een landelijk registratiesysteem. Wij noemen het IMIS. We hebben nu geld geïnvesteerd met onze donoren in het Education Management Information System. Dat wil zeggen het opslaan van data die te maken heeft met onderwijsbeleid. Leerlingen aantallen, leerkrachten aantallen. En wat wij proberen is elk kind een soort nummer te krijgen, zodat je ze kan volgen in het systeem. Kleuterschool tot en met de 10-jarigen tot hoger op kun je dan precies zien waar die kinderen zijn. Dat betekent als ze uitvallen heb je direct precies kan je laten zien. Wij moeten veel meer onderwijsbeleid gaan vestigen op basis van evidence-based information. Dat wil zeggen data. Ik ben nu bijvoorbeeld data aan het verzamelen over het binnenland. Hoeveel leerlingen? Waar? Wat versta je onder binnenland? Bij ons is het bijna 7 districten. Kun je typeren als onderwijsscholen die in het binnenland zijn. Dat betekent hoeveel leerkrachten, waar zijn ze? En we brengen ze allemaal in kaart. En daardoor kun je als ministerie veel meer gerichter beleid te ontwikkelen. Om het maar zo te zeggen. En nu zien we zijn ook verplicht vanuit de UNESCO. Bijvoorbeeld data aan te leveren over enrollment. Dat betekent hoeveel kinderen schrijven zich in. Hoeveel gaat over, binnen primair onderwijs, hoeveel gaat over naar secundair onderwijs. Aantal leerkrachten per school, maar ook de verhouding leerkrachten en leerlingen. Dus men vraagt een heleboel data om vergelijkingen te maken met jouw land in de omgeving. Daarom is het belangrijk dat wij als ministerie nu investeren in dus, het emissiesysteem, zoals het mooi heet. Waardoor je gerichter data kan halen uit ook wat kost onderwijs ons, de financiële kerngetallen. Wat kost een leerling ons in het lager onderwijs, beroepsonderwijs. We moeten veel meer de datastructuren in kaart brengen om besluiten te nemen. En ook een verantwoording geven naar parlement en de samenleving. Wat we met die investeringen doen voor onderwijs en wat brengt het werkelijk op. Dus dat zijn investeringen die we nu doen. En het zal de komende tijd alleen maar ons beter helpen het onderwijsbeleid te evalueren en de juiste keuzes maken. Want je moet weten, hoe zit het doorstroomsysteem eruit vanuit primair onderwijs, secundair onderwijs. Wie gaat naar de academische vorming, wie gaat naar de beroepsvorming. Die data is essentieel voor Suriname. Nee, het gaat een blijvende issue zijn in Suriname in meerdere of mindere mate. Kijk, wat we vorig jaar hadden is, voor het eerst werd de assessment in de 10e klas genomen. Waardoor heel veel leerlingen kregen advies richting academische vorming, beroepsvorming. Dit jaar hebben we het beter in de kniezen. Althans, dat hoop ik. Je moet altijd voorzichtig uitdrukken. De assessment gaat gebeuren dus nu aan de gang voor leerjaar 10. Daar gaat een uitstroom ontstaan naar boven en beneden. Je mag ook, onze ouders mogen natuurlijk reageren op eventueel als ze dus niet tevreden zijn. Vorig jaar hadden we zo'n klachten van rond de 700. Het zal dit jaar wat minder moeten zijn omdat het wat beter in de georganiseerd is en de mensen hebben veel betere trainingen gehad, dat mag je verwachten. En dan was er een hele doorstromingsprobleem met plaatsing inderdaad, adres van, van de leerling speelt een rol. Dat zal dit jaar wat minder zijn omdat er wat beter voorbereid is op het inzetten van waar zijn die vrije plekken op de scholen, zodat we het kunnen managen vanuit een centraal georiënteerde unit. Althans, wij hebben de voorbereiding getroffen omdat je moet leren uit wat is in de voorgaande jaren gebeurd. En ik ga ervan uit, voorzichtig, dat het minder problemen moet leveren vorig jaar. Anders hebben we echt niet geleerd van iets. Of er is een andere verklaring. Maar ik ga ervan uit dat we met enige rust de inschrijvingsperiode... Nogmaals, de Surinaamse historie wijst uit dat er elk jaar altijd uitdagingen zijn.
En dat je een klagende ouder zult hebben, je zult incidenten hebben. Ik ga ervan uit, je kan het bijna voorspellen, het gaat gebeuren. En dan richting oktober, november gaat alles weer terug op. Want het ministerie gaat voor individuele gevallen oplossingen moeten vinden. Niet alles organiseert zich direct. En je gaat op individuele gevallen maatgerichte oplossingen moeten hebben. En dan komt het goed. Is ook goed gekomen, toch? Je had de piek van een heleboel kabaal. En daarna zakt het rustig. En je hoorde plotseling ervan. Wij hopen natuurlijk door te beheersen. Processen te leren beheersen. Dat je minder van die gevallen krijgt. En je hoopt dat je straks naar een systeem kan. Op den duur dat het allemaal met data. Databeheer. Zodanig beheersbaar wordt gemaakt dat we dit soort incidenten heel weinig van zullen hebben. Je zal het nooit reduceren tot nul. Maar het is nou zo, je hebt een groot aanbod van leerlingen, je hebt beperkte scholen. En je moet daar een balans zien te vinden in de doorstroming van mensen die van lager school gaan naar voortgezet onderwijs en hoger. En daar heb je natuurlijk allerlei voorkeuren van ouders. Heeft te maken met transport, heeft te maken met huisvesting, heeft te maken met waar men woont. En het is nou eenmaal zo dat we een schaarste hebben in ons land aan schoolgebouwen, aan leerkrachten. En je gaat daar een balans in te vinden. Overigens een probleem dat zich in alle landen in het Caribisch gebied voordoet en wat ze moeten daarin mee leven. Maar je gaat als ministerie moeten proberen steeds dat proces te beheersen.